het boekje niet zo interesseert. Want dat hebben Hetty en Anton 27 jaar geleden aan Bartel gegeven. En die vond dat misschien wel interessant. Atheïsten in de knoop. Wanneer atheïsten proberen ons besef van goed en kwaad te verklaren, raken ze verstrikt in een heel net van tegenstrijdigheden. Meestal beginnen ze met te beweren dat er in werkelijkheid niet zoiets is als goed en kwaad. Ze wijzen erop dat de slavernij in het Rome van de eerste eeuw en Europa van de 18e eeuw als juist beschouwd werd, maar in onze tijd in de hele westerse wereld verboden. Dus concluderen zij: goed betekent niet meer dan wat de maatschappij accepteert, en slecht betekent wat de maatschappij besluit te veroordelen. Deze interpretatie is om verschillende redenen niet steekhoudend. Ten eerste is het volkomen verkeerd om te impliceren dat het besef van goed en kwaad net zo veranderlijk is geweest als de damesmode. Er zijn uiteenlopende meningen geweest, en dat is nog zo, over een aantal minder belangrijke zaken. Maar over de echt belangrijke kwesties, zoals eerlijkheid, oprechtheid, billijkheid, moed en onbaatzuchtigheid, is vrijwel iedereen het in vrijwel alle tijden eens geweest. Nou, en zo gaat het nog heel lang door, maar. Maar ik zal je er niet verder mee lastigvallen. Maar het was een boek wat in de kast stond, en dat jouw Bartel lang geleden heeft gekregen. Bartel. Hij was toen, eens even kijken, 85 toen hij dat boek kreeg. Nou, jij bent al veel ouder. Het ligt al 5 jaar achter je dat je 85 was. Dat is zo lang geleden.